Hoi allemaal, mijn naam is Roy van Letschep.nl en in deze video review wil ik het gaan hebben over de Nightcore SRT7. De Nightcore SRT7 is het zwaarste model binnen de SRT-serie. Je hebt de 3, de 5, de 6 en in dit geval de 7 en ook het meest uitgebreide model. Naast dat er een XML2 LED in zit met een lichtopbrengst van 960 lumen, zit er ook een RGB LED in waarmee je dus verschillende kleuren blauw, groen en rood kunt gebruiken. Dat is met name voor in het donker is dat handig. Wanneer je nachtzicht wilt hebben, dan is een rode en een groene LED heel erg prettig. En een blauwe LED kan weer heel interessant zijn wanneer je het voor politiematige doeleinden bijvoorbeeld gaat gebruiken. De bediening van deze zaklamp, er zit natuurlijk een aan-uitschakelaar op aan de achterkant, maar daarnaast zit er ook een smart ring, zoals ze het noemen, zit erop en vandaar de naam SRT. Met deze ring kun je heel eenvoudig door alle lichtstanden heen gaan en kun je met één draaibeweging de gewenste lichtstand kiezen. Laten we even snel gaan kijken naar de binnenkant van het pakket. En daar treffen wij het volgende aan. Als eerste natuurlijk de lamp zelf. De Nightcore SRT7. Daar gaan we zo eventjes verder naar kijken. Het garantiekaartje. Het tasje, daar gaan we er ook nog even naar kijken. Een extra zakje met een speciale ring daarin, waarmee je de lamp zo tussen je vingers kan pakken en je vingers dus achter de ring kan klemmen. Een polskoord en wat extra afdichtringetjes mocht er eentje kapot gaan. En dan hebben we natuurlijk nog de handleiding zelf. Kijk altijd eerst even naar de handleiding, lees hem even door, want daar staat precies in hoe en wat en hoe je de lamp kan bedienen. Het tasje wat je erbij krijgt, nou, daar kan de lamp perfect in. Er zit nog een beetje stroef, dat gaat nog een beetje stroef omdat hij net uit de verpakking komt. Maar zoals je ziet kun je de lamp daar perfect in doen. Nou, hier zit nog wat klittenband, daarmee kun je hem achter je riem doen. En hiermee kun je hem ook nog zeker aan je koppel of aan je broekriem of iets dergelijks. De lamp zelf. Wanneer we naar de lamp zelf gaan kijken, dan zien we toch een middelgrote tactische zaklamp. En waarom nou de tactische? Nou, je kan het zien aan de structuur van de body. Ik zal heel even een klein beetje inzoomen. En dan zie je dat hij toch wat ruw eruit ziet. Nou, heel mooi de laser gravering erin. En aan de andere kant het merk zelf. Het merklogootje. De body. En hier zit dan het belangrijkste deel van de lamp. Dat is de ring. En die ring die kun je draaien. En je hoort het ook al aan de kliks. Elke klik staat voor een lichtstand. En dat zijn er in dit geval ontzettend veel. We nemen ze zo allemaal even door. We gaan eventjes verder met de lamp. Op de zijkant van de lampkop zien we de batterijindicator. Deze begint te knipperen wanneer de accu's bijna leeg zijn. En naarmate de accu sneller leeg raakt, zal dit knopje of dit lampje ook sneller gaan knipperen. Aan de achterkant de schakelaar. Daarmee zetten we de lamp in zijn geheel aan en uit. De lamp is in staat om rechtop te staan, dus je zou altijd een kegeltje op kunnen doen en hem als kaars kunnen gebruiken. De lampkop zelf, je ziet dat die vrij diep is en daarmee kun je dus aannemen en nemen we ook aan dat deze lamp geschikt is voor de grote afstand. Een diepe reflector, een vrij grote kop, relatief veel oppervlak om het licht te bundelen en dat staat dan weer garant, dat mondt zich dan weer uit in een strakke bundel. En wanneer we naar de reflector kijken, dan zien we in het midden de XML2 LED zitten. Met daaromheen drie kleurige LEDjes. Deze LEDjes die hebben dus die functies van die RGB kleuren. Daarmee kun je groen, blauw en rood licht kunnen we daarmee mee gebruiken. Nou, er zit een stalen ring op de lampkop. En dat zorgt ervoor dat wanneer de lamp valt, de lens niet zo snel zal beschadigen. Tot zover het lamp zelf. Laten we even naar de functies gaan. De Nightcore SRT7 die werkt op twee type batterijen. Allereerst de 18650 lithium-ion accu of twee keer CR123A batterijtjes. Twee van deze maakt het formaat van een van die, dus het is in dit geval om het even wat je gebruikt. Ik raad altijd de lithium-ion 18650 accu's aan. Deze zijn namelijk goedkoop in aanschaf. Gaan lang mee. Zijn ermee ook milieuvriendelijk. En ze zijn gewoon oplaadbaar. Dus je kan, uh, je,
in principe kun je er super lang mee doen. De batterij die gaat aan de achterkant in de lamp. En wanneer we deze dop erop draaien, is de lamp in principe klaar voor gebruik. Ik kan nu draaien wat ik wil, maar er zal niets gebeuren voordat ik deze knop indruk. Dit is een momentschakelaar trouwens, dus zolang ik deze knop ingedrukt hou, half indruk, en ik houd hem ingedrukt, dan blijft de lamp de functies aannemen waarop hij op dat moment geselecteerd is. Druk ik helemaal door, activeer je natuurlijk de lamp volledig. Je hebt het net al gezien, de eerste functie in het hele, trapje van de functies is de beacon functie. En daarmee knippert de lamp om de 2 tot 3 seconden heel kort, heel intens. Hiermee kun je noodsignalen uitstralen. Wanneer je bijvoorbeeld in een noodsituatie zit of iets dergelijks. Je kan hiermee de aandacht trekken. Mensen verblinden lukt hiermee niet echt. Namelijk is de interval gewoon te kort. En hebben we daar zometeen een stroboscoop voor. Wanneer we een stand verder draaien, dan activeren we de politie. Zoals het in de handleiding staat, de politie-signaalfunctie. Ja, je ziet het al. De drie ledjes in het midden, die wisselen om de seconde wisselen tussen rood en blauw. Dit heeft niet echt een directe nuttige functie, wat ik me zo zou kunnen bedenken. Wederom zou je hiermee ook de aandacht kunnen trekken. Maar echt ook mensen verblinden lukt hiermee ook niet. De kleuren afzonderlijk van elkaar zijn wel weer prettig te gebruiken, maar die kun je zo meteen ook weer selecteren. Wanneer ik de ring verder draai, hebben we continu blauw licht. Nou, en je ziet dat dit is interessant om te gebruiken. Met name in de sporenonderzoeken wordt blauw licht gebruikt om bepaalde bloedsporen bijvoorbeeld makkelijker te kunnen waarnemen met het blote oog. Wanneer we een stand verder draaien, zien we het groene licht. En die drie ledjes hebben nu een andere kleur aangenomen. Groen licht wordt veel gebruikt in de jacht en hiermee kun je ook heel mooi wild spotten zonder dat ze jou eigenlijk kunnen zien. Nou zijn er, mag je dit niet vergelijken met een zaklamp waar je een groene filter op doet, want deze lichtopbrengst is echt wel een stuk minder dan wanneer je de grote led op zijn max zou uitstralen en daar een groene kap overheen zou kunnen doen. Dan heb je veel meer licht. Toch is dit vrij functioneel op de korte afstand. Wanneer ik weer een keer doordraai, activeren we het rode licht en hiermee kunnen we ook in het donker heel makkelijk kaart lezen, navigeren. Het is niet zo intens voor je ogen en je kan hier s'avonds ook prima een boek mee lezen of ja, wat ik zeg, de kaart kunnen lezen zonder dat je zelf ook gezien wordt. Wanneer we doordraaien, schakelen we de lamp eigenlijk weer uit. En dit is een soort van standby functie, want dit is de voorloper. Dit is deze stand is de beginstand van de traploze dimfunctie. Dus naast dat die nu ook op standby staat, kunnen we nu door aan de ring te draaien, kunnen we de lamp aanschakelen. En als ik heel voorzichtig draai, zien we dat die inmiddels begint te branden. En nu maken we van de XML2 led gebruik. En deze kunnen we helemaal doordraaien van 0 tot 960 lumen. Totdat die klikt. Je hoort het. Dit is echt serieus veel licht waarmee je toch al gauw een metertje of 250 kunt schijnen. In de handleiding staat zelfs 308 meter. Ik hou het vaak wat realistischer, hou het op 2 tot 2500 meter. Nou, maar je ziet hoe fel dit is. Alles wordt overbelicht. Het wordt zelfs gewoon warm op mijn hand. Wanneer ik hem nou weer terugdraai, kun je ook zien hoe die bundel is opgebouwd. Nou, je ziet het in het midden de spot, daaromheen de spil. Dit licht zorgt voor het felle bereik. Het hoge bereik, dit licht eromheen, zorgt voor het brede zicht. Mensen vragen vaak, waarom kun je dit soort lampen niet dimmen? Nou, je kent het bij een MacLight wel, je trekt de bundel uit elkaar en in dit geval heb je een combinatie van beide. Dus je hoeft ook niet te kunnen schakelen. Hier zie je hoe eenvoudig die dimfunctie werkt. Hoe vaker ik aan de ring draai, van links naar rechts, en dat correspondeert perfect met de lamp zelf. Tot die op de turbostand staat. Er is nou nog één functie over. En wanneer ik hem nu doordraai, activeren we de stroboscoop. Dit is een ontzettend snelle stroboscoop. Een van de snelste knipperstanden die ik tot nu toe nog heb gezien. En dit is echt waanzinnig irritant. En dat in de goede zin. Want hiermee kun je dus mensen verblinden. Ook de aandacht trekken. Maar mocht je echt iemand hier heel vervelend naar je willen zijn,
Nou ja, je weet wat je te doen staat met die stroboscoopfunctie. Je ziet dat die nou een beetje onregelmatig knippert, dat komt de camera, pikt het niet zo snel op. Maar dit is echt waanzinnig snel. Maar wanneer we weer terugdraaien, activeren we weer de dimfunctie, tot die helemaal uitstaat. En je zag net al dat hier het lampje nou begint te knipperen. Dit lampje, ik zal eventjes zo inzoomen, dat geeft nu aan dat onze accu op 50% zit. Hoe sneller dit lampje gaat knipperen, hoe meer dat de accu leeg gaat. Je mag lithium-accu's ook nooit helemaal meteen leeg trekken. Dus kijk hier goed naar. Nu moet hij eigenlijk al uit de lamp en op de lader. Kijk, wanneer we hem dus zachter zetten, zul je zien dat hij eigenlijk niet meer gaat knipperen. Dat komt, hij vraagt nu dusdanig weinig stroom, dat hij nog wat langer mee zou kunnen gaan. Toch zou ik je aanraden om nu de accu al te vervangen. Tot zover de lichtfuncties en de functionaliteiten van de Nightcore SCT7. Ik stel voor dat we hem even mee naar buiten nemen om te kijken hoe die in de praktijk werkt. Oké, welkom. Tijd voor de praktijktest van de Nightcore SRT7. Om deze lamp te vergelijken heb ik een Maclite 2D-cel meegenomen, zodat we het lichtbeeld tussen deze twee goed van elkaar de verschillen kunnen zien. Om te beginnen de Maclite 2D-cel. We zien hier natuurlijk ons welbekende boompje op 10 meter afstand. Prima te zien. Maar niks meer, niks minder. Je ziet, de Maclite heeft een hele geconcentreerde bundel met daaromheen eigenlijk bijna niets. Dan hebben we ons boompje op 15 meter afstand en ons boompje op 20 meter afstand met hier en daar een struikje aan de rechterkant. Achter deze boom van 10 meter staat een grote boom van 50 meter en je ziet de reflectie in beeld. We kunnen eigenlijk niet de contouren van de boom zien, dat is wat lastig. Kijk, hier kun je het een beetje volgen, maar we kunnen alleen maar de boom zien op de plek waar de kern van de bundel zit. Daaromheen zien we niks. Tijd om de SRT7 er even bij te pakken. Voor het gemak heb ik hem op de hoogste stand ingeschakeld. Dit is de lichtopbrengst van de Nightcore SRT7. Nou, je ziet hier meteen al direct dat die bundel een stuk breder is, maar toch nog heel geconcentreerd. Het komt dus door die diepe reflector en daar heb je een heel groot oppervlak om het licht te bundelen. Vandaar die hele strakke bundel. Ons boompje op 10 meter, zwaar overbelicht, 15 meter, 20 meter en de lichtbundel daarachter raakt ook al zelfs de bomenpartij op 100 meter aan. Nou, hier onze struikpartij op 20 meter. Natuurlijk onze boom op 50 meter afstand en we zien hier niet alleen de contouren van de boom, maar we kunnen de hele boom daadwerkelijk zien. Dit is het beeld wat we met de Maclite hebben, dit is het beeld wat we met de SRT7 hebben. Ik zal even door alle lichtstanden heen gaan en dan ga ik eerst even helemaal terug naar de beaconstand, oftewel de korte knipperfunctie. Nou, we zien hier heel kort in beeld dat de lamp heel kort nu een signaaltje geeft. Dit is om een noodsituatie te kunnen seinen. Dan hebben we onze police stroop. Ik kan van me afschijnen, alleen ja, de lichtopbrengst is zo laag, dat zien we eigenlijk niet. Hier in beeld kun je het een stuk beter zien. Kijk, en dan zie je dat het toch best wel een hoop licht is. Schakelen we een tand verder, hebben we strak blauw licht. Nog een tandje verder is groen. Nog een klik is rood. En dan staat hij op de standby functie, oftewel we staan klaar voor de variabele stroop. We zien hier ook de batterijindicator in beeld kort knipperen. Kijk, daar zie je hem. Ik zal even bijlichten op de lamp zelf. Daar knippert hij. Kijk, en dat betekent dat onze accu aan het leeg raken is. Dus we weten nu, het wordt tijd om hem te vervangen. Ik kan nu traploos, door aan de ring te draaien, kan ik nu het licht erin draaien. En je ziet, ik draai hem helemaal door. Tot aan de max waar we net zijn begonnen. En als laatste hebben we nog de stroboscoopstand. Je ziet dat de lichtopbrengst, ja, het lijkt een stukje minder. Dat heeft puur met de knipperfunctie te maken en het registreren van de camera. Want je ziet ook dat het lijkt alsof de lamp heel kort knippert, heel langzaam. In feite is dit heel snel, maar de camera kan het helaas niet verwerken op beeld. Ik zal even de bundel van de Maclite er even naast houden. Kijk, en dan zien we hier het verschil in bundel. Kijk, alleen dit puntje licht of dit met de SRT7. De keuze is helemaal aan jezelf, maar je ziet het verschil. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de Nightcore SRT7, surf dan snel even naar onze website www.ledscherp.nl. Bestel hem en je hebt hem heel snel in huis.